vandaag heb ik een tag voor jullie. En dit is de Would You Rather Beauty Tag. En dit is een beauty tag en het gaat over make-up en zo. En wat je wel zou doen en wat je niet zou doen en zo. Dat ga ik in deze video beantwoorden. Dus ik hoop dat het leuk is. Dus doe een duimpje omhoog en dan beginnen we gelijk. Dus ja, is dus slordig haar en mooie make-up of mooi haar en geen make-up. Ik ga voor slordig haar en mooie make-up. Ook al zit het maar altijd best wel netjes en zo. Soms dan. Maar ik zal niet zonder make-up de deur uit gaan. Want ja, dat zou ik niet zo snel doen eigenlijk. Dus ik denk dat ik voor de slordig haar en mooie make-up ga. Dus dat ga ik dus doen. Niet voor altijd, maar goed, oké. Vraag 2 is dus, zou je liever je wenkbrauw afscheren of je wimperhaartjes eruit trekken? Ik ga voor de wenkbrauw afscheren. Ik denk dat, oké, het staat niet echt mooi denk ik, I know. Maar ik denk dat ik daar voor die ga, want ja, als je je wimpers eruit trekt, zeg maar, dan zie je ook, ja, dan heb je niet echt wimpers. En ik denk, als wimpers zijn veel mooier dan wenkbrauwen. Nee, wacht. Wenkbrauwen afscheren, voor die ga ik denk ik. Omdat afscheren, dan heb je geen wenkbrauwen en zo. Dat is ook, ja. Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk voor wenkbrauwen afscheren. Dus ik ga voor die. Vraag 3 is dus, wil je liever voor de rest van je leven alleen nog maar bij MAC shoppen of alleen bij Sephora? Ik ga voor MAC, omdat Sephora is dus niet in Nederland te koop. Ook al heb ik gewoon echt niks van het merk zo. Maar MAC is gewoon eigenlijk veel makkelijker te krijgen. Ook al is het best wel duur en zo. Dus ik denk dat ik voor die ga. Dus voor MAC. En trouwens, voor de mensen die niet weten wat Sephora is. Sephora is een winkel en daar verkoopt ze gewoon echt alles. Dus, zoals Too Faced, Urban Decay, Dior, Yves Saint Laurent en zo. Dat soort echt hele dure merken. Dus ja. Vraag 4. De lipgloss lip liner look of een Etude Spearmintje. Ik weet niet wat staat. Ik denk dat ik voor de lipgloss lip liner ga. Want ik denk dat ze ook veel mooier is en zo. En ik weet ook niet of wat Etude Spearmintje is. Ik weet niet of het is. Laat eventjes weten wat jij vindt van deze vragen. Laat het even zeker weten in de reacties. Vraag 5. Liever een duidelijke foundation rand op je gezicht of de heftig aangebrachte blush? Ik denk dat ik voor de heftig aangebrachte blush ga. Want ik denk dat als je dus de foundation rand echt ziet, dan is het een beetje, dan komt het een nep over, zeg maar. Dat het te veel is aangebracht. Zo, dan zie je een hele rand hier. Ik denk dat ik voor een aangebrachte blush ga. Dus de heftig aangebrachte blush. Ik denk dat ik voor die ga. Vraag 6. MC Hammer Spence of een vies broekje. Ik weet niet wat MC Hammer Spence zijn. En een vies broekje. Ik denk dat ik voor de eerste ga. Ik weet alleen niet wat het is. Dus ja. Vraag 7. Liever een te oranje mislukte spraytan of duidelijke tanlijns die je niet kan verbergen? Ik zal liever denk ik voor de oranje mislukte spraytan gaan. Omdat ik denk als je dus dat andere niet kan verbergen, dat het echt gewoon niet leuk is. Zeg maar dat, ja, ik denk dat ik voor de ik denk dat ik voor de tweede ga. Of nee, voor de eerste. Vraag 8. Wil je liever een slecht kapsel of een lelijke haarkleur? Ik denk voor een slecht kapsel. Want als je echt een lelijke haarkleur hebt. Nee, ik denk dat voor een slecht kapsel.
Vraag 9. YouTube weg of Twitter weg? Ik zit gewoon echt super vaak op YouTube. Dus Twitter mag allemaal weg. Sorry Twitter. Maar ik zit niet echt vaak op Twitter. Ik heb het wel. Maar ik zit er gewoon niet vaak achter en zo. Dus ja. 10. Zou je liever je make-up kwast ervan altijd opgeven of mascara's? Ik denk dat ik voor mijn make-up kwast ga. Want mascara, als je dus alles gaat altijd opgeven. Als je dus mascara gaat opgeven, dan is het zo van dat je echt gewoon niks op je gezicht hebt. En als je dus de kwasten hebt, dan kan je het nog wel gewoon aanbrengen. Want eigenlijk kan je alles aanbrengen met je handen. Behalve mascara en zo. Dit was de tag dus. Ik weet dat het een beetje een andere video is dan normaal. Maar als je het dus leuk vindt om te zien, doe dan een duimpje omhoog. En sorry van het stotteren. Ik vind het zelf echt super irritant en zo. En ik hoop dat jullie daar een beetje een begrip voor hebben, zeg maar. En dan zie ik jullie zaterdag weer met een nieuwe video. Dus ja, tot zaterdag. Doei doei!